Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 januari. Er vallen vandaag buien in het land, winterse buien. Vanmiddag is het tijdelijk wat rustiger, maar vanavond en vannacht neemt de buiigheid weer toe. En ook dan zijn het winterse buien. En omdat het temperatuurland inwaarts tot nabij het vriespunt daalt, kan het hier en daar wit gaan worden als gevolg van sneeuw. Ja, de temperatuur daalt dus tot nabij het vriespunt, met name in de oostelijke helft van het land. Aan zee is de temperatuur vanavond zo'n 2 tot 3 graden. Verder waait er een matige tot krachtige westenwind. Aan zee is de wind af en toe hard en dat is windkracht 7. Bij een enkele winterse bui kan er ook nog onweer voorkomen. Dat geldt ook voor de nacht. Nog steeds ligt de temperatuur dan landinwaarts rond het vriespunt. En zoals gezegd, het kan hier en daar wit gaan worden als gevolg van sneeuwval. Zeker als er wat meer sneeuwbuien over dezelfde locatie heen trekken. Het blijft wel stevig waaien, ook vannacht. Morgen nog steeds een aantal winterse buien, maar in de middag wordt het geleidelijk aan wel droger. Neemt de buiengeit af stevig waaien uit het westen, vrij krachtig tot krachtig, en ook aan zee kan het enige tijd nog hard waaien. Misschien zelfs wel eventjes in de ochtend een stormachtige wind langs de noordwestkust en in de wadden. Buiten de buien om is er wel ruimte voor de zon, en de temperatuur loopt op naar zo'n 3 tot 6 graden. En dan de dagen erna. Nou, donderdag, dat wordt een zeer interessante dag met veel wind, waarschijnlijk westerstorm langs de kust, en ook in het binnenland gaat het hard waaien. Er komen er zeer zware windstoten voor die aan zee misschien wel de 120 km per uur bereiken. Ook boven land sluiten we niet uit dat enkele windschoten, windstoten de 100 km per uur bereiken. Verder regent het op donderdag. En in de vroege ochtend kan er in het noordoosten enige tijd sneeuw vallen, maar dat gaat wel vrij snel over in regen. Vrijdag en zaterdag is het dan weer een stuk rustiger voor wat betreft de wind. En ook het weerbeeld ziet er weer wat vriendelijker uit. Er We gaan weer een aantal winterse buien vallen. Temperatuur ligt donderdag tussen de 7 en de 10 graden. Vrijdag en zaterdag is het weer zo'n 3 tot 5 graden. Waait aan een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u verder nog een fijne dag.